Gadokari. My best is yet to come. Bijbel zegt het zo mooi. Het zijn de gunst bewezen des Heren dat we niet zijn omgekomen. Het is niet wat je denkt, hoeft het te zijn. Je moet zich onderwerpen aan de baas boven alle baas. Ten slotte te alle de problemen, boom om met jou. Dit jaar is een bijzonder jaar. Het is een jaar waarbij er heel veel veranderingen zullen plaatsvinden. Het is een jaar niet alleen voor ons, maar voor verschillende landen op aarde, waarbij er nieuwe verkiezingen komen, misschien nieuwe leiders komen, leiders die we misschien nooit hebben gekend. Good, bad and ugly. Want je weet niet wat er komt. Maar in ieder geval, wij hebben 2019 gehad. En nu zitten we in 2020. Maar wat betekent het nummer 20 volgens de Bijbel? Volgens de Bijbel betekent het nummer 20 volheid. Completion. Dat betekent dat iets gecompleteerd is. Het is ten einde gekomen. Elke keer dat je 10 ziet, betekent dat iets vol is. Ten einde is gekomen. Wanneer je 2x10 ziet, dat betekent dat er weer iets ten einde gekomen is. Sommige dingen hebben 10 jaar nodig om ten einde te komen. Anderen hebben 20 jaar nodig. Anderen hebben 30 jaar nodig. Anderen hebben 40 jaar nodig. Anderen hebben 100 jaar nodig, maar het komt altijd dat overal waar het tienen komt, tienen zijn, dat het ten einde komt. De Bijbel leert ons dat een jonge vrouw met haar man en haar 2 zonen is vertrokken voor 10 jaar. Ze hebben Bethlehem gelaten en ze zijn vertrokken voor 10 jaar. In die 10 jaar heeft ze de zoon, de man, alles verloren. Maar na die 10 jaren was die honger, snood ook voorbij en kwam ze terug naar de plaats Bethlehem. Wij moeten gaan begrijpen dat God getallen gebruikt om dingen te markeren. Ja, 10 blinden die kwamen bij Jezus. En Jezus genas allen, maar 1 maar kwam terug. Om te bedanken. Jacob werkte 20 jaren voor zijn vrouw en zijn kinderen voordat hij kon vertrokken. Hij werkte 7 jaren voor Rachel, maar toen gaven ze hem Lea. Toen moest hij weer 7 jaren werken voor Rachel. Toen waren 14 jaar en toen heeft Laban gezegd, werk nog een paar jaren met me. Maar toen het 20 werd, heeft God gezegd, wegwezen. Salomon bebouwde de tempel en zijn huis 20 jaar. 7 jaren heeft hij genomen om de tempel van God te bouwen en zijn huis 13 jaar. Koning Jaban van Canaan onderdrukte Israël 20 jaren lang. 20 jaren lang. Elke keer als je de tientallen ziet, moet je rekening houden dat God iets beëindigt. Normaal zeggen we dat een generatie is 40 jaar. Maar eigenlijk was een generatie 50 jaar. En er was een tijdje dat de generatie ook 70 jaar was. En die originele generatie was 100 jaar. De eerste keer dat God sprak over een generatie was het 100 jaar. Later heb je gezien dat God steeds het getal 70 gebruikte om een generatie aan te geven. En later helemaal terug zagen we
dat in, in het boek van Richteren, dat God elke 40 jaar iets anders deed. Elke 40 jaar. En 2020 is letterlijk 2020, maar als je het bij elkaar zou optellen, is het 40 jaar. Maar van 1980 tot 2020 is het 40 jaar. En in 1980 is er iets groots gebeurd in Suriname. En die leider is opgestaan en is er tot 2020 nog. Heeft de grootste invloeden in Suriname nog steeds. Maar 2020 is een jaar waarop je moet kijken en letten dat God dingen zal veranderen. Als je de Bijbel gaat bestuderen verder, dan ga je merken dat in het Oude Testament God op verschillende manieren 20 dromen heeft gegeven in slaap aan 20 verschillende mensen. De eerste droom was in Genesis 20 vers 3, waar God Abimelech, Genesis 20 vers 3, gezegd heeft dat je Abraham niet kan aanraken. Je kan niet naar Abrahams vrouw gaan, want zij is gehuwd. Dat is de eerste keer dat God spreekt in een droom. Later in Genesis 28 vers 12, zie je dat Jacob droomt van een ladder die in de hemel gaat. De Bijbel zegt daar letterlijk, toen droomde hij. En zie, op de aarde was er een ladder opgericht, waarvan top tot aan de hemel reikte. En zie, de engelen Gods klommen daar langs op en daalde neder. Dan zien we dat God de volgende droom geeft. We praten over 20 dromen die voorkomen in het Oude Testament. In Genesis 31 vers 10. Genesis 31 vers 10. En ik zag in de droom en zie de bokken die het klein vlees besprongen waren gestreept, gespikkeld en gevlekt. Het is 20 jaren daarna dat God zegt eigenlijk in een droom dat hij Jacob zou zegenen. En dat als hij hem gezegend had, dat hij hem met een kudde zou laten vertrekken. In Genesis 31 vers 24. Wou Laban Jacob eigenlijk lastigvallen, tackelen noemen dat. En God kwam in een droom desdags tot de Arameer Laban en zeide tot hem: neemt u wel in acht dat gij met Jacob niet ten goede of ten kwade spreekt. Met andere woorden, laat hem met rust. De volgende droom zien we Jozef, 37:5 Genesis, dat zijn broeders voor hem buigen. Hij moet goed opletten, het zijn 20 dromen, maar allemaal praten alleen in het voordeel van de man of God en van het volk van God. Jozef droomt dat zijn broeders voor hem, in Genesis 37 vers 5, dat zij voor hem buigen. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeder. Daarom haatte zij nog meer. En die droom was dat ze voor hem, mag ik zes hebben? En hij zei dan tot hem: hoor toch deze droom die ik gehad heb. Ga verder. Zie, wij waren aan het schoven binden in het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeen staan. En zie, uw schoven omringde haar en bogen zich voor mijn schoof neer. En als je verder leest, dan ga je merken dat ook zijn vader en zijn moeder zich bogen voor hem. Dat zie je in vers 9. Ga door naar vers 9. En hij zeide: nu heb ik weer een droom gehad en zie, de zon, de maan en de 11 sterren bogen voor mij neer. En vers 10. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers verhaalde, onderhield zijn vader hem daarom en zei tot hem: wat voor droom is dat die hij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broers komen om ons voor u ter aarde neer te buigen? We praten over de 20 dromen die God geeft in het Oude Testament. In Genesis zie je verder dat
er een droom wordt gedroomd door Genesis 40, zie je dat de schenker krijgt een droom van de Heere. Vers 1, hierna gebeurde het en de bakker, dat de schenker en de bakker van de koning van Egypte zondigden tegen hun heer. En Farao werd toornig enzovoort. En hij zette zijn in hechtenis. Ja. En zij hadden nu beide een droom. Ieder zijn eigen droom. Enzovoort, enzovoort. En je weet, hoe heet hij? Jozef heeft die droom toen geïnterpreteerd. En aan het einde merkte ja, dat een van ze werd gedood en de andere werd hersteld. En zo kan je doorgaan. God gaf in de eerste boeken van de Bijbel, het Oude Testament, 20 dromen om te completeren de geschiedenis van Israël. Die laatste droom in het Oude Testament was Daniel 7. Dus voor ons is het belangrijk om te begrijpen dat God elke keer als hij het getal 20 gebruikt, probeert hij ons niet alleen de toekomst voor te houden, maar hij probeert ons ook direct te zeggen hoe die toekomst eruit zal zien. En 2020 zal een jaar zijn waarbij God, men zegt het ook in de Bijbelse vertalingen, wanneer je het gaat bestuderen, dat eigenlijk na de 19e jaar, die 19 jaren meestal een tijd waren van onderdrukking, een tijd waren van haswa, een tijd waren van moeilijkheden. Maar dat in 2020, het 20ste jaar, dat God dan hersteld blijft. En het lijkt alsof dat letterlijk voor Suriname zo zal zijn. Ik geloof dat dit jaar, 2020, dat de Heer herstel gaat brengen voor Suriname. Ik geloof dat. Maar er is een gevaar. Terwijl God zal zegenen in 2020, zal het ook een jaar zijn van judgment. Elke keer, en als je zo die dromen hebt gelezen, ik heb een paar van u, zie je dat aan de ene kant God wel zegt, ik ga zegenen, maar aan de andere kant zegt hij, kom niet aan mijn dienstknechten. En jammer genoeg in Suriname heb ik gemerkt dat veel mensen komen aan de dienstknechten van God. En het gaat niet veranderen, ik denk dat het juist erger zal worden. Waardoor er heel veel oordeel zal vallen over mensen die God niet kennen. Omdat zij niet begrijpen dat je niet kan komen aan mannen Gods. Je hoeft niet eens te zijn met ze, maar je kan niet aan ze komen. Er zijn gevallen bekend, waarbij we weten dat sommige mensen zijn gegaan aan die mannen Gods. En ze leven niet meer. Mensen, je moet voorzichtig zijn. A man of God is a man of God. Amen. Al heeft die gebreken. En je kan voor mij verder nog verder gaan en streken en tekortkomingen, maar een man of God, Gods salving is op die man. Is net als een koning, een president. Die moet u niet onderschatten. Wanneer God mensen zet aan de macht, zegt God ze met aan de macht met al hun, alles dat ter beschikking is van hun. De Bijbel zegt, de boosheid van een koning is net als het grommen van een leeuw. En die koning heeft macht. Zeker in de tijd van de Bijbel. Om je in één moment uit te schakelen. En veel mensen denken dat het veranderd is in de 21ste eeuw. Het is niet veranderen. Mensen die aan de macht zijn hebben dingen ter beschikking om je uit te schakelen. Zonder dat je het weet. Misschien niet doden voor de 21ste eeuw. Maar je gewoon om je tot de grond te krijgen. Wij die bij de Heere zijn en leven in het Koninkrijk des Heeren,
verstaan dat die 2020 waarin we dealen een bijzonder jaar is. Ik heb gezegd aan het begin dat in die 2020 Jezus terug kan komen. In die 2020 begint het oordeel van God. Ook in het huis des Heren. Dus hou er rekening mee dat u toch uw zaken in orde gaat maken. Amen. 2020 zal een jaar zijn van doorbraak, overwinning. En het zal een jaar zijn waarbij God u in staat zal stellen om giants, reuzen te verslaan, situaties te verslaan die u niet kan verslaan. En ik bad tot de Heere. En in feite had ik al een andere tekst klaargemaakt voor het jaar. En de Heere zegt, nee. Dit jaar als mensen in geloof stappen, als mensen op mij gaan vertrouwen, ga ik grote dingen voor hun doen. Hij zegt dus, ik wil hebben dat je dit jaar als jaar van het tekst van het jaar gaat gaan gebruiken. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Maar ik wil het lezen in context. Ga naar Filippenzen 4 vers 10. Paulus zegt daar, ik heb mij ten zeerste over verblijd in de Heer dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verlevendigen. Omdat gij wel belangstelling had, maar niet de gelegenheid. Niet dat ik dit zeg, als zou ik gebrek lijden. Want ik heb geleerd met de omstandigheden waarin ik verkeer, genoegen te nemen. Ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. In alle opzichten, in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd worden als in honger lijden. Zowel in overvloed als in gebrek. Dan eindigt hij hiermee door te zeggen, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Een andere vertaling zegt, ik kan alle dingen doen omdat de Heere Jezus Christus mij sterk maakt. Ik kan alle dingen doen. Lieve mensen, ik wil u bemoedigen. In de eerste dienst van, of de tweede dienst van 2020, om u te zeggen, dat als u een attitude hebt dit jaar om meer belangstelling te tonen aan uw medemens. Paulus zegt, die belangstelling te verlevendigen. Wat een woord. Die belangstelling real te maken. Die belangstelling zichtbaar te maken. Die belangstelling levend te maken. Verlevendigen. Want wat er is gaan gebeuren op aarde, we zijn zo bezig met carrière en materiële zaken, dat we vergeten de mensen om ons heen. We vergeten onze gezinnen. We vergeten onze families. We vergeten vrienden en kennissen waarmee we hele goede relaties hebben. Omdat we meer gefocust zijn to survive. Meer gefocust zijn hoe carrière te maken. Meer gefocust zijn fama me kapaki, fama me kasoto. Maar ik wil u bemoedigen. Paulus zegt, dat als wij komen op de plaats om duidelijk, en in dit geval bij Paulus was het zo dat de mensen gaven voor hem brachten, belangstelling toonden voor hem, hem zegende. En hij zegt, ik wist dat u misschien vanwege tijd niet in staat was om het te doen. Maar als je dat doet, heb je alvast de deur geopend voor zegen. En hij zegt niet dat ik er gebrek aan heb. Dat ik het nodig heb. Sommigen van ons hebben niet nodig misschien dat it's my belly here day, it's my colloquy here day. Maar alleen het komen van de persoon bij u kan een zegen loslaten voor u en de persoon. Amen. Amen. De Bijbel zegt het is beter te geven dan te ontvangen. U onderschat het. Maar iemand gaan bezoeken. Elke december
Elke moederdag, elke vaderdag heb je organisaties in Suriname die hun tijd en geld stoppen om iemand te gaan bezoeken, om iemand blij te maken. Op dat moment weten die bedrijven het niet eens en de mensen die dat doen misschien niet eens, hebben ze de deur van zegen voor zichzelf geopend. Want de Bijbel zegt het is beter te geven dan te ontvangen. Dus ik wil u bemoedigen in 2020 om uw tijd te geven aan anderen. Laten we niet meer zitten in een kerk en je weet niet eens hoe de persoon heet die naast je zit. En als je moeilijk doet, wil ik je zo demonstreren dat heel veel van jullie die hier zitten niet eens weten hoe jullie heten. Je zit hier al 10 jaar mee in de sap, streef. Als pas door de tijd, ik ga nooit in de sap dat naar Jantje drapen. Of dat naar Wilgo drapen. Kijk u op naar mij, dan zag je idee, look me. Ik ben niet bezig u te veroordelen, ik zeg alleen dat het schandelijk is. Ja toch? We moeten komen op die plaats om te gaan verstaan dat de persoon naast u belangrijker is dan a soto. A soto en jepi. Maar je hebt veel mensen die geld hebben en toch niet gelukkig zijn. En in alle geld zouden weggeven als ze tenminste één persoon hadden die elke dag met ze praat. Amen. Amen. Laten we tijd stoppen in elkaar in 2020. Laten we elkaar gaan waarderen in 2020. Want je man zo net mimita man. Ik deal niet met het negatieve. Ik hou me alleen bezig met het positieve. En ik vond dat zo'n mooi antwoord. No lukus masani. Zoals mijn libi takis matori. Enkelijk ipsa SRS aan apenti. Aan Star News. Voor Star News aan SRS aan apenti sabi. Isabi. Want je libi sabi smatori. Het is geen goed ding. Amen. We moeten komen op die plaats om te gaan verstaan dat de persoon naast jou, de persoon voor jou, de persoon achter jou, de persoon tegenover jou, jouw buurman, jouw buurvrouw. God heeft die persoon laten wonen tegenover jou met een bepaalde bedoeling. De persoon naast jou woont met een bepaalde bedoeling. Amen. Laten we die sociale controle terugbrengen onder elkaar. Laten we weer een dienstbare samenleving worden. Dat betekent dat er betrokkenheid is. Dat we naar elkaar omzien. En met elkaar dealen. Loop niet in een kerk. Wat ga je naar de kerk? In de zapstrijd vast. Maar neem tijd om iemand te vragen. Ik zie u altijd. Wat is uw naam? Ik wist niet dat u Sidoontje heette. Begrijp je? Oh, jij bent Lea. Altijd de mij tak negatief af. Maar je schijnt mijn lieve dame te zijn. Amen. Dus laten we komen op die plaats, lieve mensen. Om eerst dat te doen. Ik heb u gezegd aan het begin dat God heeft gezegd dat we hem moeten liefhebben eerst. En dan is ons naaste als onszelf. En wanneer we deze dingen doen, zegt Paulus, niet dat ik het misschien nodig heb, die verlediging ervan, maar ik heb geleerd om alleen te zijn. Ik heb geleerd om in de omstandigheden waarin ik verkeer genoegen te nemen. Hij zegt, ik weet wat armoede is en ik weet wat overvloed is. Ik ben in elk opzicht, in alle dingen ben ik ingewijd. Zowel in veel als is minder. Zowel in overvloed als in gebrek. Maar dan gaat hij naar een ander level. Hij zegt, ondanks je me zegen. Ondanks je aandacht aan me schenkt. Vrouwen, luister naar me. Mannen, luister naar me. Al schenkt die man 100 aandacht aan je en zoveel dingen. Maar je kracht is in God. Je hebt mij niet gehoord. Jouw leven is alleen in God, niet in een man of een vrouw. Die belangstelling heb je nodig, die liefde heb je nodig, die affectie heb je nodig.
Begrijp je? Maar het komt erop neer aan het einde van alle dingen, zegt Paulus, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. I can do all things through Christ who has strengthened me. Dus hij wil ons eigenlijk zeggen, als wij in Christus zijn, en hoe kan je in Christus zijn? De Bijbel zegt in 2 Korinthe 5 vers 16, zo wie dan in Christus is, is een nieuwe schepping. Kijk daarboven, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Wanneer je Jezus Christus hebt geaccepteerd als jouw heiland en verlosser, dan komt hij in jou wonen en ben jij in hem. Gelooft u dat ik in de Vader ben en ik de Vader en de Vader in mij is? Gelooft u dat u in Christus bent en Christus in u? Dat betekent wanneer u wandelt, wandelt u niet meer alleen, maar u wandelt met Christus. Wanneer u praat, praat u niet meer alleen, maar de hemel, hele hemel praat met u. Daarom kan u alles doen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dit is wel belangrijk, mensen. U ziet duidelijk dat u in hem moet zijn. Waar bent u in uw man? Dat is een frustratie op de tikkie. Waar bent u in uw vrouw? Moore frustratie, baga. Waar bent u in uw apostel? Broeja. In uw baas? O, Yaji Jones, de Poerta Parroco. U moet in hem zijn. Stel uw vertrouwen op hem. Stel uw vertrouwen in hem. En niet dat het niet goed is, zegt Paulus, dat wij de relatie verlevigden met elkaar. Man, vrouw, vrouw, man, collega's, vriendschappen. Dat moeten we zeker doen. Maar Christus moet op de eerste plaats zijn. Omdat elke keer wanneer de duivel je wil aanvallen, als je in hem bent, daar zijn alle banga bakroekong, banga pawiti, banga de fisti demoonving. Dan ziet hij niet jou, maar hij ziet jou in Christus. Dus hij ziet Christus. Amen. En dat moet u nu onderschatten. Kom, ik ga je wezen. Miracle, kom, laat me die mensen wezen. Wanneer u bent in Jezus. En Jezus is zoveel maar groter dan u, toch? Dan moet u me zeggen, wanneer zij bij mij staat nu, zij is in mij, wie ziet u eerst? Wie ziet u eerst? Je ziet mij eerst, nou, want ik ben groter dan haar. In feite, nog mooier is, wanneer ze in mij bent en ik loop voor haar als haar kids en haar vader, wie ziet u? U weet dat ze daar staat, maar wie ziet u eerst? Een beetje boze man. Kom, moeilijk in de asje. Zie je? En zo moet u zien dat we wel zijn in Christus. En we leven en we wandelen, maar in feite wandelen we niet alleen. Christus wandelt met ons. Dus wanneer de duivel komt nu, als je in Christus bent, dan ziet hij met wie je bent. En daarom zegt Paulus ook, zegt Johannes, hij die in u is, is meerder dan hij die in de wereld is. Kijk iemand aan en zegt, je probeert het te vaak alleen. Daarom heb je altijd gefaald. Lukumatas, wat dacht je, probeert het vaak met je man. Of met je vriendin. Of met je vrouw. Daarom je kreeg die idee. Waarom probeer je het niet met Christus? De Bijbel zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Wie is nooit teleurgesteld? Nooit op piano. Wie is 1, 2, 3, 4 of vaak teleurgesteld? Komt je aan. Door wie zijn we teleurgesteld? Mensen. De Bijbel zegt, vervloekt is de mens die zijn vertrouwen stelt op mensen.
Maar gezegend is de mens die zijn vertrouwen gesteld heeft op de Heere, uw God. Aan het begin van het jaar wil ik u bemoedigen om uw focus van mensen te halen. Let wel, u moet van mensen houden. U moet mensen respecteren. U moet ze lief hebben. Maar uw focus moet niet meer op mensen zijn. Als u naar mij kijkt, gaat u teleurgesteld zijn. Want mami firma hier is in een lobby. Maar als u naar de Heere kijkt, dan ziet u liefde. Dan ervaart u blijdschap. Dan ervaart u vrede. Al de resultaten van de vrucht van de Heilige Geest in u. Dus ik wil u bemoedigen, mensen. Aan het begin van 2020. Zorg ervoor dat je dicht bij God blijft. Zorg ervoor dat je in God bent. Zorg ervoor dat God uw leidsman is. Galaten 2 vers 20. Wat zegt de Bijbel daar? Met Christus. Galaten 2 vers 20. Mag ik dat hebben? Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Met andere woorden, I can do all things. Ik vermag alle dingen in Hem die mijn kracht geeft. Vanmorgen, mijn boodschap is kort, omdat ik volgende week wil hebben dat u volledig komt met alles dat u hebt. Maar vanmorgen wil ik mensen vragen. In de eerste dienst kon ik het niet. Het is helemaal anders. Als u hier bent en je weet dat je niet altijd dicht bij de Heer hebt gewandeld. En je wil dit nieuw jaar wel met God wandelen, in Hem wandelen. Wil ik u vragen om naar voren te komen. Lauwe vorig jaar afsluiten. Komt u, de mensen die weten. Zoals Bas en Sabine, denk je langer. Je wil een ander level zijn. Je wil nieuwe dingen zien in je leven. Je bent moe van de cycle. Een stage. Je wil hebben dat God. Dat jij en God. Dat wanneer mensen je zien, dat ze Christus zien. Die mensen heb ik nodig. Laten we een verbond maken. Zie je, u bent eigenlijk bevoorrecht. In de eerste dienst hebben we dit niet kunnen doen. Maar daar heeft de Heer anders gewerkt. Daar was de Heilige Geest anders aanwezig. Hier is hij ook aanwezig. Maar laten we, komt u meer naar voren. We gaan een verbond sluiten. We gaan een afspraak maken met de Heer. Wij die hier zijn in deze tweede dienst. We gaan een afspraak maken. We gaan ons leven opnieuw geven aan Hem. We gaan ons opnieuw committeren aan Hem. Wie wil het vuur wil hebben die je vroeger had? A fire. Wie wil de tegenwoordigheid van God wil hebben? T.P. Biggie. Je ziet dat Heer hemel open. Amen. Die mensen heb ik nodig vandaag. Dat de Heer je wekt 3 uur in de ochtend. En je neemt lang in me voor mij. Want longo. Eigenlijk je wrakschrift in Masra naar Wikio. Die tijd willen we terug hebben. Vader, we komen voor uw troon van genade. Met deze groep mensen, heren. We geloven, heren. We vertrouwen, heren, mijn God. Dat u vandaag iets voor ons wilt doen. We willen ons opnieuw committeren aan u, heren. Ondanks, mijn God, dat het een druk jaar zal zijn voor velen van ons. Willen we toch hebben dat u op de eerste plaats blijft. Zeker voor mij die sociaal-maatschappelijk veel bezig zal zijn. Heren, we bidden dat de Heere, de God van Israël op de eerste plaats zal zijn. Strek uw handen op. Zeg, Vader God, ik vraag om vergiffenis. Waar u op de laatste plaats was. Misschien op de tweede af en toe. Maar waar u niet helemaal mijn leven beheerste. Mijn man beheerste mijn leven. Mijn werk beheerste mijn leven. Mijn vrouw beheerste mijn leven. Mijn gezin beheerste. Neem maar welke van jou is.
Mijn carrière beheerste mijn leven. Mijn werk. Vader God. Vanaf dit jaar. Zeg hem, vanaf dit jaar. Deze dag. Wil ik hebben dat u nummer 1 blijft. Ik wil in u zijn. En ik weet niet hoe ik het zal doen. Maar vanmorgen vraag u alvast uw kracht. Ik wil uw kracht hebben, Heer. Om het te kunnen doen. Ik weet niet hoe ik het ga doen. U kent mijn zwakte. U kent mijn struggles. U kent mijn overtredingen. U kent mijn zonde. Maar ik wil dicht bij u zijn. Ik wil dat u Heer en Heiland bent over mijn leven. Koning van mijn hart. Hier sta ik, mijn God. Roep mij nog een keer. Roep mij in mijn bediening. Roep mij in uw plannen. Roep mij in mijn purpose. Roep mij voor de dingen waarvoor u mij hebt geschapen. Heer, waar ik mijn leven, mijn eigen weg gaf. Waar ik deed wat ik deed. Vanaf vandaag, Heer, ga ik links. Het moet uw commando zijn. Ga ik rechts. Het moet uw opdracht zijn. Ga ik voorwaarts. U hebt mij geroepen. Ga ik achterwaarts. U hebt mij gestuurd. Heer, ik sta voor uw troon van genade. En ik dedicate. Ik geef mijn leven. Nogmaals terug aan u. Vergeef u mij eens alles wat ik gedaan heb. Bewust. Of onbewust. In Jezus' machtige naam. Strek uw handen uit. Papa. Ik dank u voor mijn zus. Ik dank u voor mijn zus. Ik dank u voor mijn broeder. Ik dank u voor de mensen die hier staan. Ik dank u voor een nieuwe commitment, Vader God. Ik dank u, mijn God, voor een nieuwe level. Een nieuwe level, mijn God. Waar wij ons volledig willen verbinden tot u, Heere. Waar wij, mijn God, ons volledig willen overgeven. Waarbij God u nummer 1 zal zijn. De salving, de kracht die ze nodig hebben, Heere. Geef ze het vandaag. Laat ze het ontvangen, mijn God. Alles wat ze nodig hebben, mijn God. Laat ze het ervaren, mijn God. Laat ze weten dat u een God bent van herstel. Een God bent van de tweede kans. Een God die weet. En die doet. Een God die ons brengt op een plaats waar we nog nooit eerder zijn geweest. Een God die grote dingen doet in ons leven. Machtige dingen doet in ons leven. Een God die lief heeft. Een God die vergeeft. Niet gewoon vergeeft, maar veelvuldig vergeeft. Een God van genade, een God van mercy. We danken u, mijn God, voor vandaag. Dat wij ons leven kunnen geven aan u. Volledig weer, mijn God. Dat we op u kunnen vertrouwen, op u kunnen zien, op u kunnen hopen. Heere, dat u ons zal brengen naar plaatsen waar we nog nooit eerder zijn geweest, mijn God. Heere, een God die ons opdracht kan geven om dat te doen. En we willen dat doen, mijn God. We bidden. Ik roep voor al mijn broers en mijn zusters. Heer, wat u mij gegeven hebt, geef ik ze, mijn God. Ik bid dat u ze wilt aanraken. Ik bid dat ze u zullen leren kennen. Ik bid, mijn God, dat hun leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Ik bid, mijn God, dat nog meer en nog meer, mijn God, ze u zullen ervaren. Dat ze zullen weten dat u met ze bent. Ik bid, mijn God, voor herstel waar herstel nodig is. Ik bid voor nieuwe frisse salving voor elk van hun, mijn God. En ik vraag u, Heere, dat u wilt overnemen. Ik vraag u, Heere, dat u wilt aanraken. Ik vraag u, Heere, dat u wilt komen tot uw doel in elk van hun leven, mijn God. Ik vraag u, Heere, dat u wilt doorbreken, mijn God. En dat ze u kunnen ervaren als nooit tevoren, mijn God. Want u bent God, Heer. U bent Heere, Heer. Ik dank u, Vader, voor wat u wilt doen. Ik prijs u, Vader, zoals u dat wilt doen, mijn God.
In de naam van Jezus. We danken u, Heere, voor wat u wilt doen. We danken u, Heere, voor hoe u het wilt doen met God. In de naam van Jezus. Want u bent God. U bent Heer. U bent Heiland, mijn God. Dat we kunnen zeggen als Jezus Christus. De ijver voor uw werk zal mijn leven verteren. De ijver, mijn God. Die commitment om uw werk te doen. Die commitment om uw wil te doen, mijn God. Zal mijn leven herstellen. Heer, ik bid voor elk van mijn broers en mijn zus. Ik leg ze in uw handen. En ik bid voor een frisse nieuwe salving. Ik bid voor nieuwe dingen. Frisse dingen, mijn God. Dat u dat zal doen, mijn God. En dat de salving zal herstellen. En de salving, mijn God. Hun zal brengen op een plaats waar ze nog nooit eerder zijn geweest, mijn God. Want u bent God. U bent Heere, mijn God. U herstelt vandaag. U herstelt vandaag. U vult ze met uw Heilige Geest. U geeft ze wat ze nodig hebben, mijn God. Door de kracht van uw Heilige Geest. U brengt ze op een plaats waar ze nog nooit eerder zijn geweest. U gaat nieuwe hoogte met ze, mijn God. Nieuwe frisse hoogte, mijn God. Heer, we bidden voor elk van hun, mijn God. Dat u ze wilt herstellen. Dat u ze wilt geven wat ze nodig hebben, mijn God. Door de kracht van uw Heilige Geest. Want u bent God, Heere. Ja, Heere. Herstel. Breng ze op die plaats, mijn God. Geef ze wat ze nodig hebben, mijn God. Door de kracht van uw Heilige Geest, mijn God. Dat uw geest hen zal aanraken. Dat uw geest hen zal geven wat ze nodig hebben, mijn God. Ze u mogen ervaren. Ze mogen weten dat u met ze bent. Heere, we leggen ze in uw handen. En we bidden, mijn God. Dat u zal overnemen als nooit tevoren. Door de kracht van uw Heilige Geest, mijn God. Vader, doet u wat u wilt doen in hun leven. Laat ze u ervaren. Laat ze weten dat u met ze bent. Laat ze uw hand zien als nooit tevoren. Laat ze u ervaren als nooit tevoren. Ja, Heere, we danken u, mijn God. Voor elk van hun, mijn God. Ja, Heere, dat u ze zal geven. Naar uw goede tierendheid. Naar uw vreugde, naar uw liefde. Naar uw koninkrijk, mijn God. Heere, we danken u, mijn God. Voor herstel, voor overwinning, mijn God. Als nooit tevoren, mijn God. In de naam van Jezus. Dank u wel, Vader God. Voor wat u doet, dank u wel, Vader God. Voor hoe u het doet, dank u wel, Vader God. Voor hoe u herstel zal brengen, overwinning zal brengen, vrede zal brengen, mijn God. Door de kracht van uw Heilige Geest. U bent God, Heere. U bent Heiland. U bent Heer en u doet het, mijn God, in die naam van Jezus. We bidden, Vader God, en we ervaren uw kracht vandaag, in Jezus' machtige naam. Amen. En ga in die vrede, ga in die kracht, en ga in die sterkte. En laat het niet gewoon een woord zijn, maar weet dat God met u is. En dat God u de kracht gegeven heeft, heb ik voor je gebeden. Ja, dat hij u alles gegeven heeft wat u nodig heeft. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Dank u, Heer. Dus blijft u even staan. Gaat u staan op uw plaats voordat we naar huis gaan. Laat me zeggen wat de Heer legt op mijn hart. Sommige mensen hebben zeer in hun hart. Dat betekent mensen hebben je pijn gedaan. De Heilige Geest zegt me dat God bezig is dat weg te halen. God gaat u genezen van bitterheid. God gaat genezen van pijn. Als u het bent, strek u uit, laat de Heilige Geest u aanraken. God gaat u genezen van dingen die mensen u aangedaan hebben. Ja, 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 ja. U bent vaak teleurgesteld. U bent vaak verraden. Maar God gaat u genezen. God gaat u herstellen. Zijn geest is met u. Strek u uit naar de Heer. Zijn geest is met u. Zijn liefde is met u. Zijn aanwezigheid is met u. U zal dit jaar sterk beginnen en sterk eindigen. Als u voor dingen geloofde voor dit jaar, de Heer zal het voor u doen. Nieuwe dingen. Sommige dingen gaat God gewoon ingrijpen. Maar u zal weten dat God het is. Mensen die jaren bidden voor hun families. Ik profeteer en proclameer dat uw familie tot bekering gaat komen.
dat de Heere dit jaar, omdat ik weet je waarom ik dat kan zeggen? De tijd des Heere is nabij. Wie wil hebben dat zijn familie gered wordt? Strek je handen uit. De tijd is nabij. Wanneer je nu zal gaan in hun huizen, gaan ze met meer respect naar je luisteren. De Heilige Geest zegt me, de Heer gaat hun hart voor je openen. Dus daarom moet je juist gaan dit jaar. Ga! Roep reunies, familie reunies. En vertel ze het evangelie. Red ze! Herstel ze! Strek je handen uit, die mensen die dat willen doen. Je wil dat God je wil gebruiken om redding te brengen aan je familie. Vader, we release anointing. We bidden voor een nieuwe salving. Een salving van gezag. Een salving van autoriteit. Voor gezinnen. Voor kinderen. Voor families. Voor herstel, mijn God. Zij die niet willen luisteren, mijn God. Dat dingen zullen gebeuren dat ze geen keuze hebben, mijn God. Dan te luisteren. Mannen, vrouwen, kinderen. Neven, nichten. We leggen ze allemaal in uw handen. En we proclameren dat ik en mijn huis, ik en mijn familie, ik en mijn neven en nichten, ik en mijn hele geslacht de Heere zullen dienen. Kom maar, proclameer het in de hemelse God. Mijn kinderen zullen de Heere, kom maar, want toen maar beetje staan. Mijn kinderen zullen de Heere dienen. Mijn familie zullen, ik zal niemand begraven tenzij ze God hebben gekend. Ik zal niemand ten graven dragen, tenzij ze de Heer hebben gekend. Ze zullen leven. Ze zullen tot bekering komen. Ik geloof voor iemand vandaag, voor zijn familie, dat die mensen tot bekering zullen komen. Alles op een stervensbed. Maar we zullen tot bekering komen. Ik geloof voor iemand dat God die verandering zal brengen, dat die mensen met jou God zullen dienen. In de naam van Jezus. Mensen, gelooft u het? Ik dien God al 27 jaar. 10 jaren lang heb ik dingen geproclameerd. Bijna iedereen in mijn familie dient God nu. Zeker in mijn eerste. Mijn broer zit u daar achter. Die ging niet naar de kerk. Al mijn broertjes dienen God. Zijn de gebeden die we proclameerden in de afgelopen 10 jaren. Sommige van u, uw familie nu is in de kerk. Omdat u dat geloofde. Kom maar proclameer even voor de persoon. Karamoro abaniwan entide. Bij wijze van praten. Laat God hem aanraken. En wanneer je hem of haar na, maar ze met biggie gebruiken in zangdienst. Met biggie gebruiken, like een preekje man. Met biggie, kom maar, roep die mensen hun namen om. Kom maar mensen, laten we niet zo naar huis gaan. Laten we allemaal een keer brengen. Laten we allemaal een keer brengen in onze familie. Laten we allemaal een keer brengen. De ene die geschoold is en niets van God wil horen. We bidden dat hij de volgende lawyer zal zijn van God. De volgende grote man zal zijn of vrouw van God. Kom maar, bid, proclameer in die hemelse gewesten. U kan alle dingen doen. Dus als u spreekt, gebeurt er al iets. In die hemelse gewesten. Kedeba shataralaba. Reba ba yete. We danken u voor die salving. Strek u uit. Geef me nog 2 minuten. We danken u voor die salving. En we bidden dat die salving met ons gaat. We bidden voor nieuwe dingen. We bidden voor nieuwe dingen. We bidden voor nieuwe dingen. We bidden dat onze vijanden zullen buigen voor ons. Ze moeten niet sterven. Ze moeten buigen voor de koning der koning. De Heer der Israël. Wie u zegenen, zal ik zegenen. Wie u vervloeken, zal God vervloeken. Amen. En strek u uit, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Ga met deze kracht. Ga met deze power. Maak het verschil waar u komt. Breng herstel waar u komt. Breng zegen waar u komt. En de Heere zal met u zijn. Want zeg het na. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En de gemeente zegt amen. En amen. Laten we de Heer een daverend applaus geven.